Het begon allemaal toen de directeur van Hotel Zeezicht op het briljante idee kwam het grote groene muizenorkest voor de gasten te laten. Welkom in Grand Hotel Zeezicht. Het is een rustig hotel met rustige gasten, die hier net als ik vooral komen uitrusten. Meestal is het in het hotel een slaperige toestand en komen de gasten alleen in beweging voor een dansje op zondagmiddag. Maar deze zondag komt het grote groene muizenorkest spelen. En het entree verloopt niet helemaal zoals de directie gehoopt had. Het is afgelopen met de ruzie. Nu zitten de muizen in alle kamers, hangen de gasten gillend in de gordijnen en krijgt de piccolo overal de schuld van. Als ze maar niet denken dat ik ga helpen, daar ben ik veel te moe voor. Waarom ben jij nu aan de beurt? Terwijl ik een nutje doe, kun jij mooi die groene gruweltjes vangen. Rustig aan, het hotel staat vol breekbare spullen. Met de muisdetector kun je uitvinden waar een muis verstopt zit. Daarna klik je en ga je naar die kamer. Klik en zoek overal, vang de muis en laat hem in het netje van de piccolo vallen. Je kunt daarbij een val uit de tas onderaan gebruiken. In de muziekkamer help je daarna het knaagdier zijn instrument te vinden. Is het orkest compleet? Dan kan er gedanst worden. Mocht je verder nog advies nodig hebben, liever niet, want ik slaap, klik dan op mijn mand. Je zult soms vreemde gasten tegenkomen in het hotel. Maar dat heb je met die goedkope groepsreizen. Nu ben ik echt aan mijn slaapje toe. Dus begin jij maar. Goede jacht! Alle muisjes zwemmen in het water, vallen al de rieren, vallen al de raren.
Ach, zo ving ik ze vroeger ook. Je hebt talent, dat heb ik meteen gezien. Goed, heel goed. Maar de directie zou graag weten of jij van je zakgeld de schade gaat betalen.
Mooie vangst. Jij hebt dit vaker gedaan. Jammer van de kamer, dat wel. Gefeliciteerd, doortastend aangepakt. Je komt straks nog wel even terug om op te ruimen, neem ik aan. Ach, zo ving ik ze vroeger ook. Je hebt talent, dat heb ik meteen gezien. Thank you.
Wat dacht je van een carrière als muizenvanger? Of autosloper? Ach, zo ving ik ze vroeger ook. Je hebt talent, dat heb ik meteen gezien.
Mooie vangst. Jij hebt dit vaker gedaan. Jammer van de kamer, dat wel. Ach, zo ving ik ze vroeger ook. Je hebt talent, dat heb ik meteen gezien. £10 gritten, £10 kaas, in een mine meisje is de baas.
Mooie vangst. Jij hebt dit vaker gedaan. Jammer van de kamer, dat wel. Goed, heel goed. Maar de directie zou graag weten of jij van je zakgeld de schade gaat betalen. Yeah!
Ach, zo ving ik ze vroeger ook. Je hebt talent, dat heb ik meteen gezien. Alle muisjes zwemmen in het water, vallen al de dieren, vallen al de raren. Ach, zo ving ik ze vroeger ook. Je hebt talent, dat heb ik meteen gezien. Oh.
Gefeliciteerd, doortastend aangepakt. Je komt straks nog wel even terug om op te ruimen, neem ik aan. Wat dacht je van een carrière als muizenvanger? Of autosloper? £10 grutten, £10 kaas, ienemine muisje is de baas. Thank you.
Goed gedaan. Je hebt ze allemaal en het feest kan beginnen. Ga jij er maar gauw naartoe. Ik ga alvast dekking zoeken. Dat het daarmee afgelopen was. Dat wat die laatste muis uithaalde toen alle gasten aan het dansen waren. Je zult begrijpen dat de gasten woedend waren en die piepende groene onruststokers ik weet niet wat wilden aandoen. Samen bedachten ze een plan. Ze zouden wraak nemen door alle instrumenten van het orkest te verstoppen. Nu voelen die muizen zich vreselijk zielig en zeggen dat het allemaal niet zo bedoeld was. Mogen ze alsjeblieft hun instrumenten terug? De gasten voelen daar niks voor, maar misschien wil jij de muizen helpen. Hoe? Nou, niet zomaar. Je moet er wel iets voor doen. Weet je wat? Ik geef je hier in de keuken een paar raadseltjes op. Als je die oplost, geef ik je aanwijzingen waar je de instrumenten kunt vinden. De kok vindt het leuk om de tafel steeds weer anders te dekken. Op het briefje heeft hij geschreven hoe hij het wil hebben. Ik geef toe, soms ziet dat er wel heel raar uit. Nu het gek, daar zal de kok blij mee zijn. De kok bedenkt steeds weer nieuwe manieren om zijn pannen op te hangen. Op het bord heeft hij geschreven in welke volgorde het vandaag moet. Ik hoop dat je zijn gekrabbel snapt.
wat een lawaai. Niet gelukt dus. Gewoon nog eens proberen. En het zijn toch maar oude pannen. Een deukje erbij maakt niets uit. Hup, aan de slag. Jongen, wat een lawaai. Niet gelukt dus. Gewoon nog eens proberen. En het zijn toch maar oude pannen. Een deukje erbij maakt niets uit. Hup, aan de slag. Netjes hoor. Ik hoop dat de kok ze nu eens een tijdje laat hangen. Af en toe overdrijft onze kok. Hij snijdt kunstwerken van kaas. En nu is hij boos omdat ik zijn laatste creatie heb opgegeten. Zou jij willen proberen dit stukje kaaskunst weer in elkaar te zetten? Op het plaatje zie je hoe het eruit zag. Bravo, niet van het origineel te onderscheiden. Ik ben dol op versieringen op de taart. Deze heb ik even van de kok geleend, dan kunnen wij ermee spelen. Probeer de gekleurde balletjes maar eens in de bijbehorende bakjes te doen. Elk balletje is punten waard. Het rode getal vertelt je hoeveel punten je moet maken. Jij hebt er talent voor.
Zie je die grote figuur op de muur? Eigenlijk is het een puzzel, gemaakt van al die kleine stukken. Probeer ze maar eens op de juiste plek te leggen. Oh ja, als je een stukje wilt draaien, klik dan in het midden van de vorm. Ja, jou kan ik niks meer leren. Keurig hoor. Ieder stukje van dit rare beest heeft een aantal punten. Hoe kom je nou van zijn staart naar zijn kop met zo min mogelijk punten? Begin maar bij de staart en klik op de vakjes. Nou ja, het is niet goed, maar eigenlijk zijn het toch maar rare beesten. Keurig hoor. De kok heeft de borden weer eens verkeerd neergezet. De muizen die peren hebben gekregen, willen aardbeien. Kan jij daarvoor zorgen? Klik op de peer die je wilt verplaatsen en dan klik je op de plek waar de peer naartoe moet. Ik ben benieuwd of het je lukt. Yeah.
Ze zijn helemaal tevreden, zie je wel? Goed gedaan, hoor. Je moet deze 3 bekers vullen met water, met de hoeveelheid die je onder de beker ziet. Daarna moet je de bekers legen in de grote beker, zodat je kunt controleren of je het goed hebt gedaan. Klik op de beker en die gaat naar de kraan. Klik dan op de kraan en de beker wordt gevuld. Om de kraan te stoppen, klik je nogmaals op de kraan. Nou, jij pakt het slim aan. Goed gedaan, hoor. De kok moet een omelet bakken. In het recept staat hoeveel eieren daarvoor nodig zijn. Maar je mag die eieren niet zomaar pakken. Nee, op het bord staat welke eieren de kok wil hebben. Wat doet die kok af en toe toch ingewikkeld? De kok vindt dat je hem goed kunt helpen. Je mag best nog eens terugkomen. Op het aanrecht staan verschillende soorten fruit en een antieke weegschaal, een erfstuk van de koks moeder. De bedoeling is dat jij ontdekt welke stukken fruit evenveel wegen, dus even zwaar zijn. Leg eerst fruit aan 1 kant van de weegschaal en breng de weegschaal dan in evenwicht door ook fruit aan de andere kant te leggen. Let op de wijzer, die moet precies in het midden staan. Goed gedaan! Een sappig muisje is lekker, maar eerlijk gezegd heb ik liever taart. Kun jij stukken voor mij opscheppen? Je ziet hieronder welke smaak ik bij elkaar wil. Maar denk eraan, je mag alleen stukjes weghalen die op de een of andere manier tegen elkaar aan liggen. Als je het goed doet, kun je me de hele taart geven.
Even goed opletten. Hier zie je 3 schalen met fruit. Ze staan in een bepaalde volgorde. Kun jij eerst bedenken welke volgorde dat is en dan het fruit kiezen voor de 4e schaal? Goedemiddag, wat een rekenmeester. Wat een heerlijke taart heeft de kok gemaakt. Nu nog de slagroom erop, tussen de versieringen. Als je het 4e lijntje trekt dat een hokje compleet maakt, win je dat stuk taart. En wie de meeste stukken wint, krijgt de hele taart.
Daar kan ik niet tegen op. Je hebt het zeker vaker gedaan. De kok heeft me een schoteltje melk beloofd als ik alle spullen in de koelkast zet. Maar ik ben nogal moe. Zou jij het voor me willen doen? Zet alle spullen maar op de rekjes. Oh ja, niet te veel op één rek zetten. Dan breekt die namelijk. Goed gedaan. En dan krijg ik nu een heerlijk schoteltje melk. Dat zou jij toch ook wel lusten, hè? Zoals iedere chef-kok heeft ook deze kok zijn keuken heel bijzonder ingericht. Ieder voorwerp heeft hij een geheim getal gegeven. Maar nou is hij het briefje kwijt waar die getallen op staan. Kun jij hem helpen? Klik op het voorwerp en reken uit welk getal je moet intypen. Zoek eerst het getal dat bij één voorwerp hoort en bedenk dan de getallen voor de andere. Je hebt het geheimschrift ontcijferd. Knap werk, hoor. Heb je soms op de politieschool gezeten? Begin op de tegel waar je de voetstap ziet knipperen. Je moet een weg zoeken naar de mand. Onderweg moet je zoveel mogelijk sinaasappelen verzamelen. Let goed op. Je mag er maar 7 stappen over doen. Je mag 1 tegel teruggaan als je een verkeerde stap maakt. Klik nu op de voetstap.
Jammer, het is nog niet goed. Hier zie je het pad dat je had moeten kiezen. Probeer het nog een keer, dan lukt het vast. Gefeliciteerd, jij bent goed, joh. De kok kan zijn taartvormen niet zo goed uit elkaar houden. Gelukkig staan er op het bord aanwijzingen. Kun jij hem helpen om het juiste aantal scheppen beslag in elke taartvorm te doen? Dan kan de kok een lekkere taart bakken. Dank je wel. Ik verheug me al op een heerlijk taartje. Het wordt vast erg lekker. Jij helpt de muis om bij zijn stukje kaas te komen. Klik op een tegel en de muis springt erop. Kleurt de muis groen, dan kun je veilig naar de volgende tegel. Kleurt de muis oranje, dan moet je oppassen. Er ligt dan een muizenval recht voor je of naast je. Gok er maar. Kleurt de muis rood, dan kan je niet verder. Er ligt een muizenval voor je en naast je. Dan moet je terug. Ja, je kunt voetstappen zetten op de tegels die veilig waren. Je kunt ze er gewoon naartoe slepen. Nou, ik wens je veel succes.
De volgende keer is die muis voor mij. Maar je hebt het goed gedaan. Knap hoor. Toen dit dappere kleine muisje uit zijn muizenhol keek, zag hij een lekker stukje kaas. Hij is er naartoe gesprongen, maar nu wil hij weer terug naar zijn hol. Maar hoe moet dat? Hij was slim, want hij heeft een spoor op de vloer achtergelaten. Een spoor van kleuren. Maar andere muizen hebben dat ook gedaan. Dus goed nadenken. Zijn spoor zie je in het vakje onder zijn voeten. Kun je me nu helpen om weer thuis te komen? Een kleine verrassing voor het piepmormel. Een kleine verrassing voor het piepmormel. Mooi zo. Wat zal het muisje blij zijn dat hij weer thuis is. Een ramp.